Het boekje dat ik heel graag aan jullie zou vertellen, gaat over dit dier. Een muis. Vandaag hebben we bij ons in de klas interactief verteld. Dat zijn eigenlijk prentenboeken die ik voorlees aan de kinderen van de klas, maar waarbij ik hen eigenlijk ga betrekken bij mijn voorlezen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Gaan we eens samen kijken. Willemijn wil... Lucas, wat denk jij? Een prentenboek interactief maken, dat doe je eigenlijk door veel vragen te stellen aan de kinderen. En dan is het vooral een kunst om het verhaal te laten groeien bij de kleuters zelf. Willemijn wil een optocht. Een optocht? Wat is nu een optocht? Waar je heel veel dingen tegenkomt. Misschien gaat Willemijn heel veel dingen tegenkomen. Taal natuurlijk is een van de zichtbare doelen. Maar het is heel vaak zo dat er in prentenboeken veel meer zit dan alleen maar taal. 3, 2, 1, Noan. 3 ganzen. Het eerste prentenboek was vooral gericht op wiskundige insteek. Hè. Ik heb iets van 4 thuis, maar ik ga het nog niet. 4 poezen. Heb jij 4 poezen thuis? Je gaat zelf eerst op zoek naar de wiskunde die in het boek verstopt zit. Maar je kan er veel meer kansen uithalen door te vergelijken, door op te tellen. En zo kom je tot een wiskundig prentenboek dat je soms nooit had kunnen voorbereiden. Dat is wel een hele moeilijke opdracht. 10 kippen plus 1 ei. 11. Plus 4 vlinders. 15. Dat is wel heel veel. Het tweede boek ging eigenlijk voornamelijk rond probleemoplossend denken. Zeg, kijk eens, over wat zou dit boekje kunnen gaan? Het boek van Driehoekje heb ik voorgelezen in een kleine groep. Dat zorgt voor veel meer spreekkansen, zorgt voor veel meer interactie door gerichte vragen die je stelt of kleuters te laten reageren op elkaar. Het vierkant past niet in de deur van wie? Van Driehoek. In elk goed prentenboek zit er vaak een probleem of een probleemstelling. Dat maakt het ook spannend. En dan is het belangrijke van gerichte vragen stellen van hoe zou Vierkant in het huis van Driehoek kunnen komen? Opzij lopen als een krab. Als er eentje dan begint met een oplossing, dan kan je daar als kleuterleidster verder op pikken. En dan komen er heel creatieve ideeën. En dan doet hij boe. En dan doet hij boe, inderdaad. Zijn voeten kan hij duwen. Mohammed. Of misschien kan hij aan de voeten trekken. Ja, maar zeg, dat zijn al wel goede oplossingen. Gaan we eens kijken wat er gaat gebeuren. Hoe meer je gaat interactief vertellen en ze laat verder redeneren, hoe meer kinderen het gewoon zijn en hoe meer het spontaan komt. Niet alleen tijdens verhalen, maar ook in je hele werking doorheen de dag. Er zit meer in een prentenboek dan je denkt.